Omdat de gevluchte Joden onderdak moesten hebben, kwam er een zekere meneer Laufbaum uit Polen bij mijn ouders in huis slapen. Hij was meubelmaker en heeft zelf een soort kamertje getimmerd op de overloop. Op een bepaald moment zag mijn vader hem achter bij de sloot bezig. Wat bleek, hij wist, nu dat het naziregime Nederland binnenviel en Nederland niet meer neutraal was, dat er voor Joden geen toekomst meer was. Hij wilde zich verdrinken en zocht een diep plekje. Hij vertelde dat wij ons niet konden voorstellen wat of het Hitlerregime voor vreselijke dingen met Joden en ook met niet-Joden deed.